Ja, goedemorgen. Misschien goedenavond als jullie de vlog zien, maar het is hier, nou morgen. Het is rond 10 uur. En je ziet het, we zijn op pad. Het ochtendritueel hoeven we niet elke dag te laten zien, denk ik dan. Dag 3 is aangebroken. Het gaat vrij snel eigenlijk deze dag. Terwijl wij onze ochtendwandeling lopen. Sommige mensen doen dat juist goed als we dat soort dingen doen. Dus dat doen we maar. Wat is het doel vandaag? Denk ik gewoon genieten. Zoals je ziet, het is hier een klein beetje bewolkt, maar qua temperatuur is het prima te doen, want de korte broek is gewoon weer aan. Waarom ook niet eigenlijk, nu het kan. Nou, wie weet dat de dag alleen nog maar beter wordt, zo dat die wolken daar gaan verdwijnen en dat het zonnetje gaat doorbreken hier. Dat zou wel het mooiste zijn. Ja, de sportclubbers konden vanmorgen alweer lekker aan het sporten op het strand natuurlijk. En wij deden het vandaag ook rustig aan. Vanmiddag gaan ze naar padel. Nou ja, met Corné erbij als toptalent gaan we daar ook naartoe. En het zonnetje is alweer doorgebroken hier in Marbella. De temperatuur loopt alweer lekker op. En het wordt steeds meer genieten weer hier, want als de temperatuur lekker is, dan kan dit jasje zo lekker uit. Ja, een glimmende vloer. De schoonmaakster is net geweest. Zoals je weer ziet heeft ze de bedden weer mooi opgemaakt. Terwijl ik eigenlijk maar één bed nodig heb, maar dat maakt niet uit. Dus ze was net op tijd, want ik was net weer terug. Ja, zo snel kan een outfit dus veranderen weer, als je wat bij hebt. We gaan op zoek naar een lekkere koffiebar. Volgens mij zijn we prima voorbereid op een dag als vandaag. Onder de Spaanse zon, prima te doen. Ja, het is ook wel eens leuk om het andere gedeelte te bekijken van Marbella. Hier zijn wij namelijk nog niet geweest. Nu kom je ook niet elke dag. Dus we gaan eens even de westenkant op. En zoals je ziet, het zonnetje is doorgebroken. De wolken verdwijnen. Genietos. Ik kreeg al commentaar over mijn eetmomenten dat ze net zoveel waren als in Nederland. Dat klopt, want we gaan gewoon verder met een milkshake op dit moment. Je moet er toch een beetje van genieten als je hier bent. En dat zal wel lukken, denk ik. Lekker spul. Ja, inmiddels zijn wij op de paddlebaan. We moeten natuurlijk wel weer even een vlog verder maken. Maar ook ik moet eraan geloven. En de realiteit is hard. Dat de conditie bedroevend is. Of ik ben niet goed in padel. Een van beide. Dus in ieder geval hier in de mountains. Moeten we wisselen, hoor ik alweer hier.
Nou, de intensieve inspanning, die zit erop. Het padel en het gek doen. En, ik heb veel geleerd van onze Corné. Ja, het is ook alweer wat afgekoeld hier. Waar we zijn. Maar conditietraining hebben we gehad. De sportieve inspanning voldoende zo. Niks meer aan doen voor vandaag. Zoals je ziet, de bus staat klaar om weer terug te gaan naar ons verblijf. Dus dat gaan we ook zeker doen. Ja, ik kon het samen de zee. Ja, dat denk ik ook. Wat moeten we hiermee? Wie moet er samen de zee? Wij niet. Nee, nee. Samen. Samen de zee. Samen de zee. Ze moeten samen de zee. Welke zee? Ja, een zee. Samen de zee. Dat zou een voetbalwedstrijd worden. Samen de zee. 2, 3. Ze moeten samen. Weer voet aan de grond gezet in Marbella, waar we horen te zijn. En zoals een van de spelers van Geerdermuiden zei, de buschauffeurs hier krijgen hun rijbewijs bij de McDonald's. Nou, dat je het even weet in ieder geval. Wat gaan wij doen? Wij gaan terug naar ons hotel. Even een time-out. En dan gaan we even lekker eten. Ja, daar zitten we dan met ons goede gedrag in een pizza-restaurant. Ristorante. Ja, de Bruna. En we nemen zoals altijd... Heb jij hem ook? De sangria. Salut! Het koor natuurlijk. De groeten van koor. Proost. Hou wel van genieten, hè? Hartstikke leuk jongens met jullie. Wat moet ik nog gaan doen, Corné? Je gaat zone opeten en daarna nog een koprol. Ja, die koprol die komt er ook nog aan. En die gaan we ook filmen. Ja, dat komt ook nog op. Help, help, help. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst eventjes hiervan genieten. De challenge, dat was niet mijn fout in dat pizza restaurant, maar Keren wel natuurlijk. Richard moet een koprol doen. Kunnen jullie hem krijgen ook hoor? Kom maar op dan. Hier, hop. Doet hij even in het zand. Ja, dat was hem dan de trainingskamp voor ons dan. In ieder geval de reis naar Marbella. Zaterdagavond was dit dan. Het zit erop, het feest. Terwijl we hier even uit het licht verdwijnen. Ja, Richard gaat een koppel doen, zal ik de komende weken nog wel horen. Het was niet mijn fout. Al zal dat niet zo gezegd worden. Nee, dat was een fantastische trip. En het was mooi om dit mee te mogen maken. En daar kijk ik ook wel tevreden op terug. Nu roept mijn bed, want morgenochtend 7:15 vertrekken wij richting het vliegveld. En dan gaan we terug naar het koude Nederland, naar het natte Nederland, naar het stormachtige Nederland. Ik ben bang dat we het goede weer niet mee kunnen nemen naar jullie toe. Maar goed, de realiteit wordt morgen wel weer zichtbaar. Voor nu groeten daar in Nederland. Bedankt voor het kijken van deze vlog. En we sluiten maar toepasselijk af.
Spanje aan de Middellandse Zee. Olé!